Een vrouw heeft het leven gelaten door COVID-19 in het regionaal ziekenhuis Vanica. Zij is de 19e COVID-dode in Suriname. De situatie rond COVID-19 dreigt uit de hand te lopen. Voor gisteren is een record aan 79 geïnfecteerden genoteerd. Het aantal actieve gevallen is op 318, meldt de COVID-19-website. Op de intensive care unit van de ziekenhuizen worden nu 8 patiënten behandeld. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid heeft onze nieuwsdienst begrepen dat de pas aangestelde minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, vandaag besprekingen heeft gevoerd met de epidemiologen en andere gezondheidsinstanties om te komen tot een plan van aanpak. Het is nog niet duidelijk welke stappen er verder zullen worden genomen om de pandemie te kunnen beheersen. Eerder was al gemeld dat het COVID-19 managementteam vanaf gisteren donderdag aangevuld of vervangen zal worden.